Zoals jullie vast en zeker hebben meegekregen, mag de sportschool half open. Je mag wel buitentrainingen geven, alleen nog geen binnentrainingen. En dat is hartstikke fijn als je een buitenplaats hebt. En zoals jullie waarschijnlijk weten, heb ik die niet. En wat ik wel heb, is een loods vol met materialen, heel veel trouwe leden en een veel te kleine auto. Dus ik regelde dit. Oh, even een vraagje. Zou ik dat busje ook straks kunnen lenen? Of heb je hem nodig? Oké, helemaal fantastisch. Yo, hoi, bedankt. Mooi, dat is geregeld. Die auto die gaan we nu dus ophalen. En dan gaan we daarna op basis van dit lijstje fitnessmateriaal uitzoeken om te gaan verhuizen. Zoals jullie zien is het busje opgehaald. We gaan nu even naar de loods rijden en dan gaan we de spullen helemaal volladen en even de spullen uitzoeken. Dit is het lijstje. Rubber tegels, bankje, squat rack, fusten, alle grote dingen dus eerst. Daarna alle kleine dingen. Dus we gaan eerst even kijken of we een bankje, rubber tegels, et cetera, in de bus kunnen krijgen of dat we twee keer moeten gaan rijden. Huisbedrijf, Total Strength. Tot de service. Welkom in 1930. De lift zelf aan het bestuur. Ja. De eerste lading zit erin. Nou gaan we alleen even naar huis toe, want de bus is een beetje te klein voor al het materiaal. En ik hoop dat het erop blijft, eigenlijk. Dat ziet er niet goed uit. Mooi. Zooi. Waarom heb je de tuin nooit op? Pardon? Zoals jullie zien staat nu alles in de tuin, alleen het is niet echt lekker weer, dus daar moeten we nog even een oplossing op verzinnen, want anders regent alles nat natuurlijk en dan binnen één week zijn allemaal spullen verroest. Dit is... Ja. Dit is onze oplossing. Dit is een heel groot doek. Ik moet alleen even kijken hoe ik die exact ga vastmaken met deze haakjes. Hoe dat goed en stevig blijft zitten natuurlijk. Want als het gaat regenen, dan moet het doek niet ineens alle kanten op zwaaien. Dus dat is wel even een dingetje. En een tweede dingetje is dat ik allemaal van die lampjes in mijn tuin heb. Zien jullie die? Daar. Ja. En... Zonder dat al die lampjes afbreken, moet ik natuurlijk ook zorgen dat ik dat doek er overheen en zo krijg. Daar ga ik even over nadenken. Jullie zien gewoon de lekker makkelijke combinatie. De helft hangt, zoals jullie zien. Alleen het hangt niet echt strak. Dus ik hoop dat als we een beetje spannen naar die kant, dat hij dan weer helemaal strak zit. Zoals jullie zien hangt dat doek fantastisch. Hij dekt zo goed als heel de tuin af. Ik moet alleen even in het midden een paal neerzetten of af en toe even met een stok prikken. Dat als het gaat regenen, dat in ieder geval het water er mooi afloopt. Maar dat is niet iets wat ik continu neer ga zetten. Dat komt wel als het regent. Maar ik heb nu het zelf wel even weggehaald. Want het is natuurlijk voor de buren niet zo tof als ik zo'n gigantisch groot doek in de tuin heb hangen. En hun geen zon hebben. Want die schijnt precies over dat doek heen. Dus dat doek ga ik alleen ophangen als er training is. En er is een kans dat het gaat regenen. Voor de rest gaan we lekker trainen in de zon.
Het eerste wat we nu moeten gaan doen, is heel de tuin een beetje opruimen. En dan ga ik alles even goed sorteren. Zeggen van, oké, daar is bijvoorbeeld een squathoek of de bankdrukhoek. En dan ga ik zo een beetje kijken hoe ik dat in kan delen. En natuurlijk ook nog veilig op die 1,5 meter afstand. We zijn nu even boven. Ik heb een zwembroek aangetrokken, want het is bloedheet. Maar voor de mensen die mij nog niet zo lang volgen of die mijn oude video's niet hebben gezien, kan ik wat leuks vertellen, want in deze kamer hier is het allemaal begonnen. Hier worden nu de online lessen gegeven. Ik heb hier een heel klein hoekje. Van 1,3 meter ongeveer. En dan is deze muur 1,5 meter lang. Dus hier ben ik mijn personal training begonnen. Daarna zien wij dat tuinhuis daar staan. Die heb ik gebouwd, zodat ik daar mijn personal training kon geven. Die atlassteen die daar ligt, daar heb ik gisteren gebarbecued. Maar buiten dat hoorden we daar altijd de atlasstenen op. Dus dat tafeltje is super stevig. En nu is het dus de bedoeling dat ik heel deze tuin op ga ruimen. De fitnessmaterialen liggen daar al klaar in een hoekje. En dan ben ik eigenlijk gewoon weer terug bij af waar ik 1 à 2 jaar geleden begon. Hoppakee, de home gym, de tuingym, die is af. Ik heb een stukje waar ik kan deadlift, dus een deadlift platformpje. We hebben een stukje vrije trainingsruimte. Een gedeelte waar we kunnen bankdrukken, waar we kunnen squatten. En we hebben ook heel veel los materiaal, zodat we gewoon lekker met vrije gewichten kunnen gaan trainen en duizenden oefeningen kunnen gaan doen. Want zoveel materiaal, zoals jullie weten, heb je echt niet nodig om een beetje progressie te maken. Nu is het even wachten tot die coronacrisis natuurlijk overwaait. En ik verwacht eigenlijk wel dat de sportscholen eerder dan 1 september open mogen. Voorlopig kan ik zo lekker vooruit. Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. En als je nog niet geabonneerd was, doe dat dan. En ik zie jullie allemaal bij de volgende video.